Radio Veronica is er 7 dagen per week. Met de best beluisterde programma's van de Nederlandse radio. Vol met nieuws en informatie. Maar ook spraakmakend, sportief, snel, gezellig en natuurlijk met veel muziek. Radio Veronica is er echt elke dag voor iedereen. Woensdag, Veronica op Radio 2. De best beluisterde dag op deze zender. Met ook Goedemorgen met Bart van Leeuwen, Jasper Faber en Nancy de Graaf. Voor een goed ochtendhumeur. Muziek terwijl u werkt. Het best beluisterde programma van de hele Nederlandse radio. Met Hans Mond. Daarna Else Miek over actuele, maar ook alledaagse zaken. Kortom, een gezellige koffiebabbel met Else Miek Havenga. Maar er is meer op de woensdag. Ha, die luistervriendjes. U begrijpt het al. Wil wel. Met het postcodespel en Harry op herhaling. Daarna terug in de tijd met lekkere platen en leuke fragmenten van vroeger. En tot slot op de glimlach van woensdag Nederland Muziekland met Giel van Praag, waarin onder andere mijn idool. Donderdagavond op Radio 2, de nieuwe programma's Holland in de file met Peter Holland. Het enige programma waarbij het altijd lijkt of hij rijdt. En daarna de Wil Luikenga Show met Wil en Adje Bouwman. Humor en de beste avondmuziek. Kortom, ouwe jongens, krentenbrood radio. En dan Veronica's roemruchte vrijdag. Met Jeroen van Inkel in Rinkel de Kinkel en ook Goedemorgen. Goud van Oud met Bart van Leeuwen. Erop of eronder met Rob Stenders. Verder live vanuit Veronica's eigen high-tech Radio 3 studio. Peter Holland in HD Holland samen met Michael Fax Pilarczyk. De enige echte Nederlandse top 40 met Erik de Zwart. En dan van 7 tot 10 het Beestfeest op 3 met Stenders en Van Inkel. Inclusief de Iri top 10 en de Minimix. En dan van 10 tot 12 Veronica's Radio Rockroeg met interviews, live concerten, maar vooral goede muziek. Met Francis Dix en Alfred Lagarde in Countdown Café. Oftewel, rock'n'roll is better than music. Om 12 uur gaat de nacht over op Radio 2 met Oh Wat een Nacht. De Stemband met Kees Schildbrood en Erik de Zwart. Veronica's Wollige Winterdag met Francis Dix en Rob Stenders. En tot slot ook Goedemorgen met Peter Holland. Radio Veronica. Wie zei er ook alweer dat radio niet leuk is? Radio Veronica. Durf jij nog zonder?